De groene gids van Michelin deelt de sterren uit op basis van 9 objectieve criteria. Zo wordt er onder andere gekeken naar de reputatie van de plaats, de schoonheid, de charme en wat er allemaal te beleven valt. Oudenaarde scoort daar overal uitmuntend en krijgt zo 3 sterren. We zijn er bijzonder fier op, want het is uiteindelijk de hoogste onderscheiding die wij kunnen bekomen. En we staan daar toch wel onmiddellijk naast een aantal andere grootsteden, zoals daar zijn Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen. Dus in dat opzicht zijn we natuurlijk bijzonder tevreden. En is het niet alleen voor de stad Oudenaarde, maar voor de hele regio Vlaamse Ardennen toch wel een enorme opsteker. Wanneer een stad een ster krijgt toegekend, wil dat zeggen dat die een bezoekje waard is. 2 sterren wil zeggen dat een omweg naar deze stad de moeite waard is. En bij 3 sterren, zoals nu bij Oudenaarde, zegt Michelin dat je gerust op reis kan gaan naar deze stad. En dat horen de hoteluitbaters heel graag. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat we, net zoals iedereen in Oudenaarde, daar wel gebruik gaan van maken. Het is ook leuk om dat te kunnen promoten op gebied van Facebook of LinkedIn of dergelijke. Naar de wijde wereld toe. Oudenaarde is nog voor vele mensen te ontdekken, dus wij gaan daar zeker ons steentje bij bijdragen. Er valt dan ook van alles te beleven in Oudenaarde. En dat is niet alleen de Ronde van Vlaanderen. Je kan de verschillende musea en brouwerijen bezoeken. Zelfs mensen die aan de rand van Oudenaarde hebben gewoond, ontdekken nu wat de stad allemaal te bieden heeft. Voor hen zijn de 3 sterren dan ook terecht. Ja, ik denk dat het zeer terecht is, want ik woon hier een goed jaar hier in de stad. Ik ben van buiten gekomen naar de stad. En ja, er zijn hier zoveel activiteiten rond de markt, rond de Schelde hier achter mij. En ja, we vinden het fantastisch en heel plezant om hier te wonen. Met 3 sterren bekroond worden in de Groene Gids Michelin is 1 ding. Ze behouden is de nieuwe uitdaging. Maar daar zijn ze klaar voor in Oudenaarde. Wij doen heel veel inspanningen, ook naar de toekomst toe staan nog heel wat projecten op stapel. Zo organiseren wij volgend jaar samenwerking met het Mouw Museum een grote tentoonstelling, een internationale tentoonstelling. Wij organiseren heel wat andere activiteiten in de stad dan zelf, zoektochten in samenwerking met organisaties. Dus om toch telkens het Oudenaarde als een levendige stad in beeld te kunnen houden.